De parallelschakeling. Wat is nou het verschil tussen een serieschakeling en een parallelschakeling? Nou, allereerst als je hem tekent, zie je al, de amperemeter blijft gewoon in de stroomkring staan en de voltmeter moet altijd ergens parallel overheen. Ik heb hem nu over dit lampje getekend, maar ik had hem ook over dat lampje kunnen tekenen. Let er goed op dat je die amperemeter en de voltmeter in toetsen en SO's altijd gewoon moet kunnen tekenen op de goede plek. Ik veeg de voltmeter nu uit, anders is het net alsof er drie lampjes parallel staan. Dat willen we niet. Het verschil met de serieschakeling. Bij de serieschakeling kon je van de plus naar de min, maar op één manier. Er was maar één weg. Bij een parallelschakeling heb je een keus. Als ik hier de stroombaan ga volgen, dan heb ik hier de keus om langs dit lampje te gaan of langs dit lampje te gaan. Dus dit is een stroomvertakking. Wat betekent dit? Dit betekent dat de stroomsterkte die hier naartoe gaat, wordt verdeeld over deze lamp en die lamp. Als je dit vergelijkt met water, als hier 10 liter water loopt en die 10 liter water kan hier langs en daar langs, dan zal die 10 liter dus worden verdeeld over die en die kraan. In dit geval met elektrische stroom gebeurt precies hetzelfde. Dus de eerste regel bij serieschakeling is I is overal gelijk. Bij parallelschakeling juist niet. Daar zie je dus dat de totale stroomsterkte die door de batterij wordt geleverd, is een optelsom van I1 en I2. Oftewel, alle stroomsterkte die uit de batterij komt, de accu, die wordt verdeeld over die twee lampjes. Wat is nog een kenmerk van een parallelschakeling die je niet bij een serieschakeling ziet? Dit zijn dus twee stroomkringen. We hadden gezegd per stroomkring één spanning. Dus stel voor dat deze batterij 12 volt levert, dan krijgt de stroomkring met dit lampje 12 volt. En die ook, met andere woorden, de spanning is overal gelijk. En nou is het lastig voor jullie, als je in de tweede zit, dat je dit uit je hoofd moet weten. Zit je in de derde of de vierde, dan kan je in ieder geval deze regel uit je binas halen. Dus dan heb je al een steuntje in de rug. Deze moet je goed weten en je moet goed het verschil weten met de serieschakeling. Want krijg je bij een toets of een SO een aantal van deze schakelingen voor je snuffert en je moet ze maken en je past de verkeerde rekenregels toe, ja, dan ben je de pineut. Hetzelfde met wanneer er van jou straks wordt verwacht in de bovenbouw, dat je wat meer na gaat denken over wat er in de schakeling gebeurt, moet je wel goed weten of je een parallel of een serie voor je hebt. Anders redeneer je de verkeerde kant op. Dit is even belangrijk voor de parallelschakeling. We gaan er nu eentje, ik ga er een tekenen en we gaan eens het rekenwerk doen. Dat doe ik één keer met twee lampjes en dat doe ik één keer met drie lampjes. Ik vergeet één dingetje. Bij de serieschakeling had ik hier ook neergezet. De weerstand is een optelsom. Deze weerstand en die weerstand bij elkaar is de totale weerstand van de stroomkring. In dit geval is dat niet zo. Hier staan andere. Een andere formule is dit. Daar ga ik je nu niet mee vermoeien, dat komt later wel. Oké, we hebben de volgende opstelling. Ik heb een parallelschakeling getekend. De eerste vraag die zou kunnen komen bij een toets. Er zijn twee cirkeltjes en er staat niks in. Waar zet je de A in van de amperemeter en waar zet je de V in van de voltmeter? Komt u nog een keer, voltmeter gaat altijd parallel over een onderdeeltje heen. Dus dan zou hier de V komen en de amperemeter staat in de stroomkring en die komt daar. Nu gaan we wat getallen toevoegen. Dus stel voor, dit zijn twee lampjes in een auto. En een auto die heeft een batterij of een accu van 12 volt. Gaan we ervan uit dat door dit lampje een stroomsterkte gaat van 2 ampère. En dat dit lampje een weerstand heeft van 3 ohm. Nou maakt het niks uit of je die 1 noemt en die twee of andersom, als je maar consequent bent met het invullen. Hoe vul je dit nou in het schemaatje? Heb je met serie al gedaan, maar dat gaan we nu weer doen. Misschien een beetje herhaling van zetten, maar dat geeft niet. Ik ga van die kant staan, dat kan je beter zien. Dit is het rekenmodelletje.
We gaan eerst kijken bij de batterij. Daar staat alleen 12 volt. Is dat de U, de I of de R? Nou, volt is spanning, oftewel de U. 12 volt. Verder weet je van de batterij helemaal niks. Gaan we naar lampje 1. Daar staat 2 ampère. Dus die moet in deze regel staan. 2 ampère is dat U, I of R. Ampère, stroomsterkte, I. Dus die zet ik daar neer. En de laatste, lampje 2, heeft een weerstand van 3 ohm. U, I of R, dat is R van weerstand, resistor, 3 ohm. Oké, ik heb per regel heb ik maar 1 gegeven, dus ik kan nu nog niks. Nu gaan we kijken, wat waren de regels bij een parallelschakeling? Oh ja, bij een parallelschakeling krijgt alles dezelfde spanning. Dus, waarbij een serieschakeling die overal gelijk is, is bij een parallelschakeling deze overal gelijk. En nu verschijnt eigenlijk de oplossing al meteen. Want ik heb hier nu 2, dus ik kan R1 uitrekenen. En ik heb er hier nu 2, dus ik kan I2 uitrekenen. Dan begin ik met I2. I is U gedeeld door R. Oftewel 12 gedeeld door 3 is 4 ampère. Bij deze R is U gedeeld door I. 12 gedeeld door 2 is 6 ohm. Nu kan je niet verder met de bovenste regel, want je hebt er maar 1. De meest gemaakte fout. En laat dit even tot je doordringen, is dat leerlingen nu deze gaan optellen, omdat ze dat bij serieschakelingen gewend zijn. Maar dat kan niet, want bij een parallelschakeling is die overal gelijk en dat is een optelsom, dus hou je daar aan vast. In dit geval is dit dus 4 plus 2 is 6 ampère. En nou kun je de vervangingsweerstand, dat is eigenlijk de weerstand van de hele stroomkring, die kan je uitrekenen. 12 gedeeld door 6 is 2 ohm. Dus let goed op. Bij een serieschakeling is die het grootste van allemaal. Bij een parallelschakeling is die het kleinste van allemaal. En daar zit de tegenstelling. Dit is het hele verhaal. Ik kan er nog een lampje bij doen. En dan krijg je... dit. Maar uiteindelijk maakt dat natuurlijk geen biet uit. Want als ik nu een lampje erbij schakel, weet ik één ding al. Dat is die. En dan krijg je hier nog een stroomsterkte. Die zou je er dan bij op moeten gaan tellen. En dan kan je de weerstand uitrekenen, et cetera. Dus dat volgt allemaal vanzelf. Ga hier eens mee goochelen. Je krijgt van mij die vragen ook via de mail. Dus daar kan je mee aan de slag op deze manier. Dus laatste dingetje even. Wat is nou het gevaar van een grote stroomsterkte? Iedereen die denkt altijd van, oh jee, iets van 230 volt of 300.000 volt. Onwijs gevaarlijk. Een lasapparaat werkt op een paar volt. We hebben op school hebben we een soort van een lasapparaatje hebben we staan. En die werkt op een volt of 3. Maar die heeft een stroomsterkte van 150 ampère. En die smelt zo een spijker doormidden. Wat het gevaarlijkste is aan elektrische stroom, is die. Stel dus voor dat je thuis op diezelfde groep nog een aantal toestellen erbij doet. Dus er komt hier nog eens 2 ampère bij, en hier nog eens 4 ampère bij, en hier nog eens 6 ampère bij. Afhankelijk welke apparaat je allemaal inschakelt, dan zeg je 6 plus 4 plus 2, 12. 12 plus 6 is 18 ampère. Op dat moment gaan de draden van je... van je stopcontact, die gaan smelten en die vliegen in de fik. Thuis is alles beveiligd tot een maximum van 16 ampère. Dat wordt er altijd verteld in een vraag. 16 ampère. Wat ik wil dat je nu ziet, is dat bij een parallelschakeling, door al de stroomsterktes van al die apparaten op te tellen, dat je hier tot een hele grote stroomsterkte kan komen en dat daar het gevaar zit. Kijk eens thuis in de meterkast. Die hebben jullie allemaal. Daar zie je op de meterkast allemaal van die hendeltjes. Dat zijn allemaal groepen met zekeringen van 16 ampère. Gaat er meer stroom door een groep dan 16 ampère, dan zegt de zekering, pok, ik stop ermee, want dat is gevaarlijk. Dus die beveiliging hebben we allemaal. Kijk daar thuis maar eens naar. Ga ze nou niet te pas en te onpas aan- en uitzetten, want dan raakt alles in de war. Bijvoorbeeld zitten net je ouders, die zitten een mooie voetbalwedstrijd te kijken en dan zeg jij de tv uit. Of je moet het wel doen als je ruzie wil natuurlijk, mag ook. Neem dit even mee, want het komt in de vragen terug. Nou, zet hem op. Veel succes.